Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tjukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken en vandaag gaan we ook iets heel leuks maken. Hij is een keer een beetje voorbij gekomen in mijn vlog en toen kreeg ik daar heel veel reacties op van goh, kun je dat ook bestellen als DIY pakket? Nou, vanaf nu wel. We gaan namelijk een mooi hart opmaken met allemaal mooie droogmaterialen. Hele mooie herfstmaterialen en mooie warme kleuren. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dit kost helemaal niets, maar dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En alle leuke winacties. Ik ga vandaag weer een leuke winactie doen, dus wil je daar mee doen, blijf dan vooral kijken. Het abonneren is echt helemaal gratis, maar je helpt mijn kanaal groeien. En je zorgt ervoor dat ik dit soort video's gratis kan blijven maken. Dus druk eventjes op die abonneerknop. En dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.ulnijmermus.nl. De pakketten gaan aan het hart, dus wees er snel bij. Op is op. En we gaan nu gauw lekker aan de slag. Zoals ik al zei, gaan we aan de slag met een oase. Of met een hart dat we leuk gaan opmaken. Ik gebruik de oase dit keer droog. Dus normaal gesproken als ik met verse materialen werk, maak ik hem altijd nat. Nu gebruik ik hem droog. Dit is al een hele mooie stevige, mooie onderkant. En we gaan hem dus zo opmaken dat je hem kan neerzetten op allerlei manieren. Maar ook hoe je hem kan opmaken of ophangen. Ik ga jullie even laten zien wat je daarvan moet doen. Als je hem wil gaan ophangen is het belangrijk dat je eerst eventjes een gaatje in maakt waaraan je hem straks kan ophangen. Ik doe dat even met een mesje door het karton. Dat is eventjes een opgave. En dan met een dikke pook prik ik daar doorheen. Zodat je straks een lus hebt waar je hem aan kan ophangen. Kijk, ik heb er even een gaatje in geprikt. Is mooi stevig, dus dan kan het prima hebben. Dan gaan we nu beginnen met het opmaken. Allereerst ga ik het blad eventjes op draad zetten. Ik vouw hem dubbel. En nog een keer dubbel. En daar prik ik doorheen. Aan beide kanten, de andere kant ook. Zoals je kan zien heb je hem dan aan beide kanten doorheen. En aan de achterkant ook. Dan pak ik hem samen. En wikkel ik het draadje eromheen. Vind je dit nou lastig, kan je hem ook gewoon één keer dubbel vouwen en het draadje doorheen doen. Maar ik doe hem dus dubbel. Nog een keer dubbel. Aan de ene kant prik ik het draadje erdoor. Komt hij aan de andere kant er doorheen. En aan die kant prik ik hem er weer door. Aan deze kant een haakje. En aan die kant komt hij aan beide kanten er doorheen, pak hem weer samen en ik wikkel het langste draadje eromheen. Draadje even af wat ik overhoud. Je kan ook prima een half draadje gebruiken, is ook lang genoeg. Dit heb ik 5 keer gedaan. En deze prik ik een beetje aan één kant van het hart. En je kan hem nu buigen, dus dat is een voordeel. En eentje buig ik een beetje over het hart heen. En ik voer het trapsgewijs doe ik dit in het hart. En zoals je ziet doe ik hem dan van de ene kant naar beneden naar de andere kant naar beneden. Dan heb ik een mooi stuk bolmos. En deze doe ik een beetje aan de zijkant en zet ik vast met een krammetje, met meerdere krammetjes, zodat hij goed stevig vast is. Mocht het nodig zijn doe je gewoon even een extra krammetje erdoor.
En een iets kleiner stukje doe je aan de andere zijde. En ook dit zet ik vast met een krammetje. Dit is al iets ingedroogd, het mos. Het geeft wel een heel mooi natuurlijk effect. Dan heb ik een prachtige dennenappel die gewaxt is. En afhankelijk van hoe jouw vorm is, je kijkt even goed hoe die tak loopt. Maar je laat hem elke keer meelopen met het hart. Dus kijk goed naar de vorm. Zet ik ook vast met een krammetje. Als je kan ook losse dennenappeltjes, is ook prima. Maar deze loopt toevallig zo, dus laat ik dan ook zo meelopen. Dan heb ik een mooie papaverbol, die steek ik een beetje bovenin. En ik heb mooie vruchtjes, allerlei verschillende. Deze zet ik als volgt op draad. Ik prik er niet door, want dan is de houdbaarheid in één keer een stuk minder. Dus ik wikkel hem eromheen en zet hem aan de andere kant vast. Zodra je het vruchtje kapot gaat maken, dan blijft hij gewoon een stuk minder lang goed. Dan heb ik een stukje hortensia. Is je steeltje genoeg, dan kan je hem er zo in drukken. Maar is het nodig, dan doe je voorzichtig met een krammetje en wat extra tussen. Ook afhankelijk van waar je waar het hart wil neerzetten. Dan heb ik mooie lampionnetjes en deze brengen natuurlijk heel veel kleur in je stuk. Die zet ik op draad door er een draadje doorheen te prikken. Dus je prikt hem er dwars doorheen. Pakt hem voorzichtig bij elkaar met het steeltje samen en je wikkelt het draadje weer om het steeltje. Dus het is echt die techniek van op draad zetten. Heb je hem dan een beetje in elkaar zitten en dan blaas je eventjes hierop. En heb je weer een mooie bol. Ik wil het weer in een rijtje. Let ook op dat je die vorm erin houdt. We gaan hem straks versterken hoor. Dus heb je hem er niet helemaal mee in, dan is dat niet heel erg. Want dat gaan we straks sterker maken. Maar je moet wel een beetje eraan houden dat je toch die vorm erin houdt. En daarom dat ik deze nou ook in een groepje van 3 plaats. Want dan hou je even weer iets die bolling daar bovenin. Dan heb ik een mooi vetplantje. Daar haal ik even het zand van af door eventjes te draaien. Deze kan je lijmen. Of heel voorzichtig op draad zetten. Dit is echt wel, doe dat echt voorzichtig. Als je een lijmpistool hebt, kan je hem ook vast lijmen. En deze doe ik ook bovenin, omdat hij die mooie ronde vorm heeft. Dus dan versterk je een beetje weer het hartje. Dan heb ik hele mooie strobloemen. En deze steek ik in een rijtje in het stuk. Voorzichtig, want het is goed gedroogd. Ja, dat was echt al een mooi hart, jongens. Heb ik nog wat mooie papavertjes. En ik werk dus elke keer wel een beetje in lijnen om die vorm erin te houden. Speel daar eens gewoon mee. Dat mag.
En dadeltakken kunnen natuurlijk niet ontbreken. Ik vind ze altijd erg mooi en heel sierlijk. Ik let dan ook op dat ik het weer naar beneden laat lopen, zodat je die vorm van het hart erin houdt. Kijk dus naar je product en hoe het mooi tot zijn recht komt. Ja, ik vind het mooi om de dader ook aan deze kant nog terug te laten komen. En dan zie je dat ik de grassen naar beneden laat lopen. Dat ik even kijk hoe die goed uitkomen en dat ik ze vastzet. Dan heb ik ook nog wat heide. Deze is al wat ingedroogd. Het is gewoon van een plantje. En ook die zet ik ertussen vast met een krammetje. Ik zet veel vast met krammetjes, maar als je een steeltje hebt, kan je natuurlijk gewoon in de oase steken. Dat is een voordeel daarvan. Maar die kleur doet heel goed en ik vind het ook heel mooi bij de herfst passen. En door die basis eronder te zetten van het herfstblad, werk je al heel veel oase weg. En dan heb ik nog van dit gevlochten band, echt super mooi. Kijk, het geeft natuurlijk een heel gaaf effect. En ook hiermee kan je natuurlijk die vorm versterken van het hart. En dat gaan we ook doen. Ik steek de binnenkant even in. En dan laat ik het meelopen naar het einde. Mocht het nodig zijn, kan je tussendoor best eventjes met een krammetje vastzetten. Een krammetje of een stukje ijzerdraad kan ook altijd. Als je er dubbel vouwt, heb je ook een krammetje. Dit dus aan beide kanten doen, maar ik vind het wel mooi om dit aan één kant te laten, omdat je dat dan heel speels maakt. Je kan er eventueel nog eentje bij binnenin doen. Nu zie je het hart eigenlijk heel mooi, vooral aan deze kant zit de vorm er goed in. Hier mis ik nog een beetje wat. Die vorm mag wel van mij nog even versterkt worden. Dus dan kijk even wat voor materiaal ik nog over heb. Ik gebruik nu een mooi dadeltakje en die zet ik nog vast om nog eventjes die bolling er goed in te maken. Dit kan je met eigenlijk elk materiaal doen wat je nog over hebt. Mocht je nou aan de zijkant nog oase zichtbaar hebben, of mocht je het karton iets verder willen wegwerken, kan je daarvoor een beetje Tilantia gebruiken. Dit zet ik wel weer compact vast. En kijk hoe apart dan het hart is. Echt door de verschillende materialen die je werkt en door dat met het lijnenspel te werken, wordt hij heel apart en blijft hij spannend om naar te kijken. Zoals ik al zei, kan je hem ook ophangen. Dat kan je bijvoorbeeld ook doen in dit frame. Mocht hij bij jou nou door het gewicht toch iets te veel naar voren hangen, kan je aan de achterkant wat gewicht maken door wat lood of iets wat zwaarder is er tegenaan te hangen. En dan heb je natuurlijk een super mooi apart hart om te hangen, maar je kan hem ook heel mooi neerleggen. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onder kopje cursuspakketten. Jullie hebben van mij een winactie te goed, dus wil je kans maken op een cadeaubon ter waarde van 10 euro vrij te besteden in onze webshop? Laat even een leuke reactie achter wat jij van deze video vindt en dan doe je automatisch al mee, dus dat is natuurlijk superleuk. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Deel jouw creatie op Facebook of Instagram. Tag mij. Dan maak je ook nog eens elke maand kans op een leuke prijs. Dus allemaal leuke prijzen. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer.